Hele goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is voor mij alweer bijna 4 weken geleden voordat ik de laatste vlogcamera erbij heb gepakt. Voor jullie is dat echt zo van, oké, maar we hebben een paar dagen geleden nog een vlog van jou gezien, dus doe normaal. Maar voor mij is het zeg maar al 4 weken dat ik niet heb gevlogd. En dat is voor mij best wel lang. En in de tussentijd zijn er ook een aantal dingetjes gebeurd. Ik heb bijvoorbeeld ook de merch binnengekregen van Justin Bieber. En die kan ik jullie nu wel even laten zien. Maar deze vlog staat in het teken niet van deze merchandise, maar van iemand heel anders. Een YouTube sensatie. Ik ga namelijk vandaag met Ian naar Miranda Sings toe. Super veel zin in. In Amsterdam, in de Rai in Amsterdam. In de Rai Theater geloof ik. Super zin in. En ja, ik ga zo meteen eerst naar school toe. Ik zit van 1 tot 3. En het is nu 10:30. Ik ga hem zo klaarmaken. En dan ga ik jullie meenemen. En dan ga ik jullie meenemen naar Miranda Sings in Amsterdam. Maar eerst omkleden en naar school. Dus, let's go. Ik zit in de trein onderweg naar Amsterdam en ik ben met Isha. Ik zit in de trein en we hebben heel goed statief gedacht, want we hebben er tussen de voorste stoelen in geklemd. En het is nu hoe laat? 41. En hoe laat komen we aan op Schiphol? Voor 5. Dat komt weer. Hey, de controleur komt. No, I don't know. I take a nap. I don't know. I take a nap. Oké, maar we zijn op de weg. En we hebben een super zin in. Heb je trouwens een kaartje mee? Nee. Oh my god, you're so stupid. Echt die grap met ze altijd. Maar, I don't know what take we have. Maar we gaan terug van de weg. En ik ga jullie weer meenemen naar Miranda Sings. En we hebben haar al eerder gezien in Londen. Ja, het is fijn. En ik ga nu lekker mijn camera wegleggen. En dan zie ik jullie zo in een restaurant of in iets anders. Dus bye! Even lekker wat eten. Ik heb een Fanta, long chicken, patatjes, mayonaise versus Ines. En die heeft weer gezonde snacks bedacht. Eet smakelijk, Ien. Oké, we zijn dus nu in de zaal. En we zitten op rij... We zitten op rij... Ah? Oh, we gaan de En kijk... Hoe dichtbij, we zitten bij het podium. We hebben ons trouwens onze Miranda Sings van vorig jaar aan. Kijk hoe dichtbij we zitten. Dit is ons uitzicht, gewoon serieus. Ik maak geen grap. Dit is ons uitzicht. What the fuck is dit voor een mooi uitzicht. Oh my god. We zitten gewoon serieus 7 hoofden voor ons. My god, love it. This afternoon, and I found the red light district, which means I have been spending a lot of time today praying for you because you're all a bunch of sinners. Before I get on stage, I need to finish praying, so I need about 10 more minutes. So please just give me some privacy. Someone else can go on stage right now, please. Thank you. I'm very busy. In the air.
do. So, to all of the mothers that I'm about to offend, thank you. Why are you a YouTuber? I'm not a hater, I just hate your bits. And your voice. You look uglier than my ass. No offense. Does she have cancer? Because I don't want to make fun of her if she does. She's so effing annoying. Take this one, sign up here really fast. So, now that they were, you know what, you're about to give birth, so let's just... No, okay, go on, not yet! Darling, sorry. Alright, so we're gonna do the scene of my birth, alright? And scene. Oh, I'm so pregnant. My tummy is so full of a baby. Oh, how are you doing, dear sister-in-law? Oh, what's that smell? Are you cooking cabbage in here? No, that's not cabbage. That's my placenta. Oh, let's get you to the hospital. It means you're ready to give birth. Here we go. Ho, 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 I'm the nurse. I've come to get this baby out from you. Just push from your tukey really hard and breathe like this. Hee, 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 hee. Oh, you smell fertile. But the baby's still not ready to come out. Now remember, there are three ways to speed up your labor and get the baby out fast. We can try either dancing, eating spicy foods, or squatting. Let's try dancing first. Oppa Gangnam Style. So, actually, if that's how you dance, a baby will never come out. So let's try eating spicy foods. Don't worry, little tot. I got lots of spicy stuff in here. Give me 1 second. I'll find the perfect thing. I found the spiciest thing in the whole world. It is myself. But I don't want you to eat me because that's disgusting. So what we're gonna do instead is we're gonna try the final thing, which is squatting, all right? Now hopefully every time you squat, it will encourage the baby to come out, all right? So can you squat like this? There you go. Okay, on the count of three, we're gonna squat, okay? You ready? Okay. 1, 2, 3, squat it out. Look at that, it's my book. You can get it on Amazon.com. So we gotta try again. Ready? 1, 2, 3, squats. Oh, you pushed too hard, so don't step in that, please. Okay, please. Now try one more time. Ready? 1, 2, 3, squat. Oh my goodness, I've been born. Okay, you know what? You're doing a great job, but I don't need your help anymore. Give them an applause, everybody. Sure, yes. You look great for just having birth. Thank you.
want to spend it. I do have an encore prepared for you this evening. You guys have to get it. I know. This is so unexpected. I don't know what I'm gonna do. Okay. But yes, I do have an encore. I know what you're thinking. You're thinking, Miranda, you must be exhausted. There's no way you have one more song left in you. You must be jet lagged and just so tired from the red light district. All these terrible things. Oh, you don't think I have one more song left in me? You don't believe me? Well, just watch. Afgelopen. Wat vond je ervan? Dat was super gaaf. Nu gaan we die hele lange weg. Nu gaan we die hele lange weg weer naar huis maken. En oh my god, jongens, wat er net vandaag is gebeurd bij deze avond, bij deze gekke show. Ik mocht op het podium. Ian, hoe blij ben je? Super. Het was zo awkward. Ik dacht echt. Ja, echt zo van. Oh, wat moet je zeggen? Ja, maar echt op een gegeven moment zeggen. Hallo. En dan ging die microfoon keihard. Maar Ian heeft alles gevlogd. Superleuk. We gaan nu naar buiten. En ja, we gaan nu weer lekker naar huis. En ja, het was leuk. Het was gezellig. Dus love it. Inmiddels ben ik weer thuis aangekomen. Ik heb de terugweg niet gevlogd, omdat ik gewoon heel erg met Ines over de avond aan het praten was. Hoe geweldig het wel niet was en hoe leuk ik het niet heb gehad. En hoe gaaf het was om op het podium te staan. En ja, inmiddels is het nu 11:45. Ik ben thuis. En ik heb net alles aan mijn ouders verteld. Alleen, ik heb vandaag ook nog wat gekocht. Op Schiphol, bij de ACO. Mijn portemonnee wil ik zeggen. Mijn agenda die ik had gekocht. Die is een soort van kapot. Hij is toch te klein. Dus ik heb een nieuwe gekocht. Deze van het merk Draaiboek. En er staan echt letterlijk allemaal foto's in. Ook van YouTubers die jullie kennen. Bijvoorbeeld... Jessica, Thomas, pak hem helemaal. Even kijken, Sophie Milzing staat erin. Even kijken wie er nog meer in staan. Volgens mij stond Jeroentje staat erin. En ook nog hierachter Marije. Deze was normaal 14,95 en nu maar 2,50. Dus deze ga ik lekker meenemen als agenda. En deze is... Tuber Gallery bij Tristan Albers. Dus ik ga lekker slapen. Het was zo leuk. Ik geniet er nog steeds van. Ik kan het niet eens geloven. Maar jullie hebben alle beelden gewoon kunnen zien in deze vlog. En elke keer ben ik weer niet scherp. En dat baal ik af en toe van. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Ik bedank jullie voor het kijken. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En een duimpje omhoog te doen als je deze vlog leuk vond. En dan zie ik jullie in de volgende vlog weer. Dus tot de volgende vlog.